Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 16 december 2015. Dit is het bulletin van woensdag. Dit wordt denk ik een uitzending met relatief veel meta-informatie, dat wil zeggen informatie over de uitzending zelf. Om te beginnen hebben we zo dadelijk weer Olivia met 128 tonen, dus twee keer zoveel als gisteren, maar verder dezelfde instellingen als gisteren. Gisteren ging goed en niet goed. Read the fucking manual, zeggen ze wel eens, maar ze zeggen meestal niet read first the fucking manual. Zo ben ik gisteren wat dieper in Olivia en Contestia gedoken. De twee waren bij de instellingen van deze modus die normaal op 8 en 4 staan, dat wil zeggen de afstemmarge en de integratieperiode voor de FSC-blokken, die hebben alleen betrekking op ontvangst. Je kunt deze waarde, en met name de afstemmarge, tijdens de ontvangst verhogen als een station heel slecht binnenkomt. Ik heb het geprobeerd, het doet wel enigszins wat. Je kunt de waarde van de afstemmarge zelfs fors verhogen, van bijvoorbeeld naar 16 of naar 64. Daar staat echter wel wat tegenover. Het systeem wordt trager en als je deze instellingen overdrijft, kun je in een uiterst geval minutenlang op je tekst wachten. Bij verdere experimenten gisteravond bleek dat de instelling zoals ik die vandaag gebruik vooralsnog ook het laagste niveau is waarmee ik de sterkte van het datasignaal kan laten zakken. Meer tonen maakt niet heel veel verschil, ook niet 256 tonen en dat maakt wel fors in snelheid uit. Dus 64 tonen van gisteren was waarschijnlijk toch een vrij optimale instelling. Hooguit is het geluid dat de 128 tonen van vandaag genereren mogelijk iets minder hinderlijk. Het is voor diegenen die de data niet volgen misschien lastig dat ik altijd eerst over de data begin, maar dat is omdat de mensen dan nog tijdens de uitzending hun instellingen kunnen aanpassen. En ik behandel alles wat de data betreft ook het liefst op één plek in de uitzendingen en niet verdeeld. De Britse astronaut KG5BVI, dus met een Amerikaanse roepnaam, oftewel Tim Peake, bekende naam, zal de eerste zijn die gebruik maakt van de HamTV DATV in het ISS. Peake werd gisteren op 15 december gelanceerd samen met de Russische cosmonaut Yuri Malenchenko, RK-3DUP, en de Amerikaanse astronaut Tim Kopra, KE-5UDN. Pikant detail, de uitzendingen vanuit de ruimte met ATV vinden plaats in de 13 centimeter band op 2,4 gigahertz, een band die in het vaderland van Peake dus sinds kort geen amateurband meer is. In de UK geldt daarnaast een verbod op de ontvangst buiten de omroepbanden, dat onlangs flink is aangescherpt, zodat het gewone publiek en mogelijk ook centamateurs de signalen daar nu niet eens mogen ontvangen. De Filipijnen worden momenteel geteisterd door de tyfoon Melor. Afgelopen zaterdag werden daarom verschillende netten van de HERO, HEM, Emergency Radio Operations in de Filipijnen geactiveerd. Dit is ver weg, maar let op dat je in geval van goede condities de noodcommunicatie daar niet belemmert. Belangrijkste frequentie is 7095 kHz. 7095 kHz, dus wel relevant hier. De IARU besteedt in zijn eindrapport van de WRC-15 aandacht aan de gewoonte om CubeSats die niets met centamateurisme te maken hebben meer en meer op 2 meter en op 70 centimeter te laten werken voor hun telemetrie, het volgen van hun baan en voor commando's vanaf de grond. Een onderwerp dat, als ik het goed heb, door de Nederlandse agentschap Telecom in Genève is aangekaart. Op de onlangs afgelopen WRC-15 werd deze gewoonte van veel CubeSat-bouwers al tot een ongewenste ontwikkeling verklaard en het onderwerp staat dan ook op de agenda voor de volgende WRC in 2019. Hoogstwaarschijnlijk zijn het twee unrelated events, maar verschillende media en ook enkele amateurs die goed op de hoogte zijn melden dat op de dag dat de amateurapparatuur op het kraaiennest in IJsselstein werd uitgeschakeld, ook de grootste kerstboom van Nederland op die plek is ingeschakeld. Nee, dat heeft niks met elkaar te maken. Ik heb verder meerdere reacties gehad op het plan om aanstaande vrijdag, zolang PI3UTR uit de lucht is, de uitzending van PA00 Nieuws alleen via internet uit te zenden. Ik wil zeggen dat dit voornemen bij sommige mensen redelijk slecht is gevallen. Het blijkt wel dat er kennelijk bij amateurs een grote voorkeur is voor het luisteren via de ether boven internet. Ik ben met de PA00 nieuwsuitzending oorspronkelijk begonnen op 145.4625, gewoon met mijn FT8900 op 20 watt en een extra blower op de behuizing van het apparaat. Die uitzending begon op vrijdag om 8:30 en had ook redelijk wat vaste inmelders op die frequentie. Na 2 maanden ben ik de uitzending ook op een repeater gaan doen. Dat was op, met als begintijdstip 12 uur 's nachts. Dit om zo weinig mogelijk overlast te genereren. En eerst was dat op PI2 AMF en later ook nog een poosje op PI3 AMF. Toen de Amersfoortse repeaters plotseling uit de lucht gingen, werkten we al aan een plan om de uitzending op 70 MHz vanuit het kraaiennest op de Gerbrandytoren uit te zenden. Dat plan werd echter ingehaald door de komst van PI3UTR en ik ben dan ook erg blij dat ik de mogelijkheid kreeg om praktisch vanaf het begin die uitzendingen daar te doen.
Nadat ik een maand of vier op E3 UTR uitstond, ben ik met de uitzending op 145,4, 62,5 gestopt. Met name omdat het vaak de nodige moeite kostte de uitzendingen op tijd voor het vroege tijdstip klaar te krijgen. Wat ik daar een klein beetje mee wil zeggen is dat ik met deze uitzending altijd een klein beetje geïmproviseerd heb en gebruik heb gemaakt van de mogelijkheden die er lagen. En als de mogelijkheid ophield, dan heb ik iets anders bedacht. Eigenlijk ben ik in het geval van PI3 UTR in die begintijd bijzonder hartelijk ontvangen. En dat was ook bij de uitzending op PI2 NOS het geval. Behalve dat het plan om op 70 MHz uit te zenden niet is doorgegaan, is ook het plan voor een eigen korte golfzender niet uit de verf gekomen. Bij 70 MHz was de reden dat ik op PI3 UTR terecht kon. En de korte golfzender is er niet gekomen omdat ik voor een niet al te hoog bedrag gebruik kan maken van de meer dan uitstekende korte golfzenders in Duitsland. Dat was in elk geval een stuk goedkoper en gemakkelijker dan een eigen uitzending op de korte golf. In de toekomst zullen er nog wel eens meer veranderingen komen. Ik heb nog steeds een plan om eens iets met beeld op YouTube over de radiohobby te gaan doen bijvoorbeeld. Ik weet niet of dat er ooit van komt hoor. Maar misschien ga ik van de nu lopende uitzending ook nog wel eens iets anders bedenken in plaats daarvan. Waarbij ik met name natuurlijk wel de Daily Minutes, want die zijn heel erg populair, zoals die nu ongeveer zijn, zoveel mogelijk in ere zal houden. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE.